Zo, ik ben wel even toe aan een pauzemoment. En ik heb geluk, deze keer geen koffie, maar ijs. Nou, daar sta ik dan. Ijs, glacé. Bij de ijsjongens in Kuik. Nou, ik zet mijn kopjes even neer. Nou, stel je even voor alsjeblieft. Nou, ik ben Mats, ik ben 13 jaar, ik zit op voetbal en tennis. En dit is mijn baantje. Ja. Ik ben Siem, ik ben 11 jaar en ik zit op gitaar spelen en voetbal. Zo, nou heren, als ik het hoor hebben jullie eigenlijk al een heel druk leven. Maar toch zijn jullie een fantastische ijskar begonnen. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik wou wat geld erbij verdienen, omdat ik graag een nieuwe spelcomputer wou kopen. En toen kwam ik bij dit idee, want de papa vroeger ook, toen hij wat jonger was, 20, had hij een eigen ijsalon beginnen, maar dat durfde hij toen niet. Dus dat heeft hij nu voor ons gedaan, zeg maar. En wat dacht je, wat mijn vader niet kan, dat kunnen wij? Wel, dus, en hij helpt nu ook mee, maar hij is nu met vrienden weg. En dus nu is mama mee. Ah, er is altijd iemand op de achtergrond aanwezig. Ja, dit jaar nog wel. Volgend jaar ga ik met hem of ik alleen zeg maar rondfietsen. Ja, want de leeftijd, je zei het net even al, jij bent 13, jij bent 11. Mag je al zomaar iets verkopen? Ik wel. Ik zou ook ingeschreven bij de KVK. Maar Siem is pas 11 en je mag pas op je 13e echt gaan werken, zeg maar. Ah, dus Siem, jij bent erbij als steun en toeverlaat ongeveer? Ja, en om hem een beetje te helpen. Ja. Nou, en wij kwamen hier net aan en wij dachten van, nou, we gaan een ijsje nemen, maar het is hier hartstikke druk. Ja, dan klopt met het weer, dat is wel lekker. Ja. We staan hier vandaag op de dijk, bij Katwijk. Staan jullie altijd hier? Nee, we staan ook wel eens bij de pont en we zijn ook wel eens wezen rondfietsen door de Heeswijk. En dat ging wel goed, dus ja, dat kan ook. Ja, want het is inderdaad een fietskar. Ja, hij is elektrisch. En dan ja, kan je gewoon, hoef je eigenlijk alleen maar dit te doen en je gaat ervoor uit. Het is een hendeltje. Je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen, zeg maar. Ja, want jullie staan niet op een vaste plek dus nee, altijd. Wij hebben een ventvergunning. Een ventvergunning, daar heb je geen vergunning voor nodig, maar dat heet gewoon zo. Dan heb je nog een standvergunning, daar moet je wel voor betalen, maar daar hebben we niet voor gekozen. En dan moeten we om de 15 minuten op een andere plaats gaan staan. Als er geen mensen meer, zeg maar, komen, dus als er nou geen mensen meer komen, moeten we een stukje verderop staan, zeg maar. Oké. Jullie zijn dus op verschillende plekken te vinden, maar zijn jullie misschien ook in te huren voor, nou, als ik bijvoorbeeld een feestje heb of zo? Ja, zeker. Je moet, zeg maar, ja, je kan voor buurtfeesten kan je bellen en voor bedrijven. We zijn al bij Sivekun geweest, die hadden gebeld. En bij het nieuwe shirt van JVC hadden ze gebeld of ik ook kwam staan. En ook hadden we bij Castella gestaan. En we moeten, en die avond, dezelfde avond, we hadden nog bij Uniek hadden gevraagd of we ook nog even langskwamen. Hebben we ook ijs gegeven. Kijk. Dus dat kan ook allemaal. Gewoon hop, bellen en jullie komen. Ja, of even contacten via Instagram. Ja. Ijsverkoop. Hoeveel verschillende smaken hebben jullie? Weet jij dat? We hebben er 5. We hebben boerenroom, yoghurt amarena, chocola, pistache en aardbei. Ja, dat klinkt al heerlijk. Maar hoe komen jullie aan dat ijs? Nou, dan wil even Siem graag iets te vertellen over. Oh, nou, Siem. Nou, dat hebben wij bij een ijsfabriek in Beuningen. Dat heet La Venezia. En daar hebben we het ijs in gekocht. En daar hebben wij ook een rondleiding gekregen. Oh, dus het is echt Italiaans ijs, tenminste, uit Beuningen. Maar echt Italiaans ijs wat jullie verkopen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En je zegt dat is een fabriek en daar zijn jullie dus geweest. Dus je hebt echt gezien hoe het ijs gemaakt wordt? Ja, nou, toen wij er waren was de productie alleen gewoon gestopt omdat ze al klaar waren. Maar we hebben wel een rondleiding gekregen van hoe alles verliep en waar het naartoe ging. Ja, maar dat lijkt me een hele onderneming, want je moet
een mooie kar aanschaffen. Je moet de inkoop doen van je ijs en van je frutseltjes die erop komen. Hoe gaat dat allemaal? Nou, heb je daar geld voor? Je moet er wel wat geld voor neerleggen. Dat moet ook terugverdiend worden. Maar we hebben ook disco dip. En we hebben ook voor de kinderen kauwgomballen. Dus zeg maar gewoon een kauwgombal. Die gaat eronder in het horentje. En dan als dat mag van ouders krijg je een kauwgombal erbij. Ja. Ja. En zijn er al veel kinderen die zeggen van, nou maar dit vind ik zo leuk, ik wil zoiets ook doen? Nou, ik heb het nog niet echt gehoord. Nee? Nee. Het is niet zo dat ze al jaloers zijn dat jullie al bijna een spelcomputer bij elkaar gespaard hebben en dat hun niks hebben? Nou, ik denk het niet. Nee? Nu is het heerlijk weer, dus ja, je staat op een topplek hier. Ja. Maar oké, hoe doen jullie dat als het gaat regenen? Nou, dan als het nou bijvoorbeeld gaat regenen, dan pak ik gewoon de spullen en gaan we naar huis. Maar als we zien dat het de hele dag gaat regenen, ja, dan ga je gewoon eigenlijk niet, want dat is gewoon zonde van de tijd. Ja. En dan weet je je thuis wel te vermaken. Ja, een beetje huiswerk maken. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Ja, en gamen en tv kijken. Ja, ook belangrijk. Ja. Heb je ook nog een toekomstdroom? Denk je van, nou, ik wil niet alleen maar ijsjongen zijn, ik word ijskoning? Nou, dat niet. Ik vind het wel leuk om nou te doen, maar ik weet ook nog niet echt wat ik wel later wil worden. Dus ik zie het eigenlijk wel wat ik zeg maar wil worden. Ja. En jij, Siem, als je 13 bent en je mag het wel zelf officieel gaan verkopen, zou je er dan mee willen gaan? Ja, ik denk dat ik het wel ga doen, maar als ik later groot ben, wil ik liever dierenarts worden. Ja, dat is ook een prachtig beroep. Maar dat heeft niks met ijsjes te maken. Nee. Nee. Alhoewel, misschien moet je hondenijsjes gaan bedenken of zo. Om ze beter te maken. Ja, wie weet. Nou, dank jullie wel. En wij houden niet zo van wegwerpmateriaal. Dus koekjes kun je opeten, maar die bakjes niet. En daarom hebben wij gewoon onze eigen bekers. Ja. Mag ik een ijsje alsjeblieft? Jazeker. Ik had er graag een... pistache in deze. Ja, we hebben ook nog een andere leuke mededeling. Oh, wacht. Bij elke 25 volgers op Instagram doen we 5 muntjes die je dan kan inleveren bij ons. En dan moet je dan winnen. En dan als je die wint, kan je 5 keer bijvoorbeeld 1 bolletje halen of alles in 1 keer opmaken. Oh, heerlijk lijkt me dat. Dus op Insta. En zijn jullie verder nog ergens te zien? Facebook, website of nee, is dat te ver? Nog niet. Nee. Nog. Maar op Insta zijn jullie te vinden onder de naam? De IJsjongenskuik. Top. Nou, kom maar op met de ijsje. Dankjewel. En wat kost die? 1,20 euro. Alsjeblieft. En dankjewel.